Beter ga je niet krijgen in je leven. Dit is mijn grote vriend Siert. En hij is vanaf het begin van dit YouTube-kanaal er altijd al bij geweest. Ook ken ik Siert al letterlijk mijn hele leven. Sinds groep 3 zat ik al bij hem in de klas. En sindsdien zijn wij de grootste maten ooit geworden. En langzamerhand, dag in dag uit, zag ik dat Siert een passie creëerde voor het eten en breiden van biefstukken. Oké, mensen, zoals jullie weten ben ik gewoon de voedsel-expert. Ik kan er niet omheen. Ik ben pizza-expert, biefstuk-expert. Noem maar op, ik ben gewoon voedsel-expert. En dus kwam ik op het geniale idee om Siert de ultieme biefstuk-ervaring te geven. Van maar liefst €400. Maar voordat ik dat heuse bedrag uitgeef, begin ik eerst onderaan de ladder. En gedurende de video koop ik steeds duurdere en duurdere biefstukjes. En dan ben ik heel erg benieuwd of het prijsverschil ook een kwaliteitsverschil is. Jullie zien het. We zijn bij de Plus en we gaan hier even heel goedkoop vlees inslaan, om het zo maar even te zeggen. En hier hebben we het skeerste van het skeerste vlees. Oké, we hebben vlees gevonden van 30 cent per stuk. Ja, want als je €3,40 gedeeld door 12 doet, krijg je 29 cent. Jullie zien het, dames en heren. We noemen gewoon in de broodrooster. Dat kan allemaal. Lekker man, en nu wachten. Oké, hij is klaar. Hoppa. Hoppa. Geen kleur, niks. Maar hij is gewoon gaaf, want hij is al gekookt. Dus ik kan het gewoon eten. Oh, ik heb hier zo weinig zin in. En wat denk je zelf? Dat geluid. Dit is niet te kader, broer. Ja, Siert, wat hoor je met deze troep te doen? In de kliko. Dit is gewoon echt pure troep, ook voor je lichaam. Het is ook gewoon zo ongezond. Ja, ik kan hier nog wel eens gelijk hebben. Want op internet zie ik talloze artikelen dat deze diepvries hamburgers gewoon fucking ongezond zijn. En gedurende de video ga ik mezelf niet alleen focussen op de smaak, maar dus ook of het desbetreffende stukje vlees wel zo gezond is. Ja, dames en heren, we zijn bij de Gordon Ramsay burger. We gaan hier even dat vlees uittesten. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. En gewoon een normaal watertje is €5. Ja, voor diegenen die Gordon Ramsay nog niet kennen, deze guy is wereldberoemd met zijn kookkunsten en zijn tv-programma's, waar hij ondertussen alleen al op YouTube 4 miljard mensen mee heeft bereikt. How bloody fucking dare you! That is stupid. Daar gaan we dan, de €30 burger. Ik ben erg benieuwd. Pak hem ook gewoon op als een halbewoner. Het is echt gullend, man, holy shit. Dit is echt niet speciaal eigenlijk, man. Ik heb gewoon betaald omdat Gordon Ramsay zijn naam erop staat. Ja. Alright, we hebben hier wat andere Nederlanders gevonden die ook de burger op hebben. En nu ben ik heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Nou, wij vonden de hamburger bijzonder lekker, maar wij denken ook dat Gordon Ramsay hem persoonlijk heeft gemaakt. Okay, we zitten nu in de tram, maar die burgers die slaan er niet echt lekker in, of wel? Oh, die hamburger is ook bij mij zo slecht gevallen. Ik kan niet denken aan eten nu. Ja, deze vette hap van een Gordon Ramsay burger viel niet lekker. En dat heeft ook zijn redenen, sinds dit soort vlees de darmen dramatisch belast. En dus de kans er is dat je je echt niet lekker gaat voelen na zo'n burger. Dus ja, ik hoop dat de €50 biefstuk het goed gaat maken. Zie je, het zijn er dan. We zijn er, man. Kan ik je ook helpen? Ja, wij zoeken eigenlijk gewoon een gangbare biefstuk, om het zo maar te zeggen. Kijk hoe groot dat is. Oh, wat mooi. Had je dit verwacht dat ik dit ging doen? Nee. Het leek wel alsof je een heel orgaan hebt. Dames en heren, jullie zien het. Dit is een biefstuk. €50, man. Holy. Jullie zien het, man. Oké, wij gaan dit massieve ding dus even bereiden. Maken, eten, dat soort dingen. Dat lijkt op mijn lever of zo. Gadverdamme, man. Komt ook omdat hij echt totaal niet goed gegaan is. Hoe slecht is het voor mij? Slecht. Even een lekker stukje. En? Lekker rood. En? Hij smaakt best goed. Ja? Gewoon. Het is echt oprecht best oké. Ik zweer, het is echt best goed. Ja, de kwaliteit is wel enigszins gestegen.
Maar ik denk dat die van 400 euro toch wel wat lekkerder gaat zijn. Ja, zoals je aan ons beiden hebt gemerkt, zijn we positief over dit stukje vlees van 50 euro. De kwaliteit is namelijk aanzienlijk gestegen vergeleken met de Gordon Ramsay burger. Ondanks dat de biefstuk zo enorm rood van binnen is. Want ja, te rood is natuurlijk niet goed voor de smaak. En dames en heren, ook voor je gezondheid. Rood vlees is namelijk kankerverwekkend, omdat rood vlees heemijzer bevat. En dat is de boosdoener voor een verhoogde risico op darmkanker. Siert, je bent even aan het surfen op het internet voor Wagyu. Het beste wat je kan hebben eigenlijk is een A5 Wagyu. Maar we moeten gewoon rekening houden met het budget van 100 euro. Dus hebben we een A4 Japanse Wagyu steak gekocht van 98 euro. En voor de mensen die niet weten wat Wagyu is. Wagyu is een premium Japans runderras. Die speciale voeding krijgt om zo lekker mogelijk te smaken als ze geslacht worden. En tevens is Wagyu vlees heel erg gezond sinds er geen troep in zit. De Wagyu steak is binnen. This box contains dry ice. Hey, is dat niet dat ijs wat heel erg smokt ofzo? What the fuck hebben ze hier allemaal in gedaan? Wat is dit? What the fuck? Yo! Oké, genoeg flauwekul. Ik stop het in de vriezer en morgen gaan we het opeten met Siert. Ik ga uitpakken, man. Oh! The Wagyu! Wat is hier mooi! Prachtig! Wat ben jij blij of eet? Alright, we zijn nu bezig met de 100 euro steak. En Siert is zenuwachtig, jongen. Dat is niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n duur stuk vlees opgebakken in mijn leven. En ik heb al heel veel stukken vlees gebakken in mijn leven. Dus daar gaan we! Lekker gast. Maar wat is hij aan het stressen nu? De timing moet nu perfect zijn namelijk. Ik ben zo aan het stressen nu. Ja, voor de mensen die het niet weten, Siert droomt hier al zijn hele leven van om met zulk duur vlees te gaan spelen. Want wat hij wil bereiken is de perfecte timing met het stukje vlees, zodat hij de medium rare roodheid van het vlees behoudt. En dit is dus puur timing op gevoel. Dit is zo spannend. Als ik deze oppak is het gewoon 100 euro, gewoon weg. Ja. Als je hem dus er iets wat te lang in het hete vet laat liggen, is de biefstuk veel te gebakken en dus minder smaakvol. Ja, dit is wat Siert gehoopt had. De Wagyu steak is medium rare gebakken en dus perfect voor de smaak. Ja. Jullie zien het, man. Ik ga gewoon proeven. Perfect stukje. Hè? Holy shit! Oh, oh, oh. Dit is zo lekker! Je moet het zelf gewoon proberen. Hé, hey, laat me proberen, bro. Hey. Wow, yo. Mensen beseffen niet, of zo. Dit is zo goed. Daar gaan we. 3, 2, 1. Wow. Oh. Yo, de smaak is zo intens, jongen. Oh. Maar bro, proef je het smaakverschil? Je proeft wel degelijk smaakverschil, want het is gewoon zo veel beter. En je proeft echt het prijsverschil wel. Misschien kan dus er etsen beter bereiden, dus we gaan lekker naar Londen. Morgen is het al, hè, gaan we. Ik heb zin in, hoor. We hebben zelfs een filmpje, joh. Zo de knetter. Oeh, zo de knetter. Dit ziet er fucking goddelijk uit. Oeh, deze wil ik wel bewerkstelligen met mijn mond. Ja, ja, we zijn helemaal speciaal naar Londen gevlogen om die overheerlijke 400 euro biefstuk te eten in het welbekende Nusser Ed Salt Bay restaurant. Wat heb je gevonden op het internet? Ja, een rekening van iemand die daar ook heeft gegeten. Dat is 37.000 euro kwijt. What the fuck, jong? Ja, super duur restaurant. En daar gaan wij vanavond gewoon genieten. Ik voel me oprecht gewoon een beetje zenuwachtig. Jij ook? Ja, ik vind het ook wel spannend, man. Zo, zitten we dan? Daar zitten we, hoor. Ja, ja, we zijn aangekomen bij het allerduurste avondmaaltijd van onze levens. Ook is dit natuurlijk een belangrijk moment voor onze biefstukliefhebber, Siert. Al vanaf kinds af aan was hij bezig met het bereiden van vlees. Hij vormde langzamerhand een passie erin. En sinds wij al zo enorm lang bevriend zijn, gun ik hem dit biefstukje helemaal gratis. Oh, kijk hoe smooth dat is, gast. Ik zelf ben natuurlijk geen kenner, maar... Dit is geweldig. Oh, het watertje. Alright, good job. Ja, ja, daar gaat ie. Oh, jongens.
Oh, whip, yes. Mmm. Ik ga mezelf niet serieus nemen, dit is het beste vlees wat ik ooit heb gehad. Beter ga je niet krijgen in je leven. Dit is zo tandelgoed, dit is zo perfect bereid. Dit is het, de perfecte crust van zo boterig, ook zo goed. Wauw, Frank, ik zeg je eerlijk, ik had me echt geen betere avond kunnen wensen dan dit. Boxo, let's go. Dames en heren, ga Siert vooral even volgen op zijn Instagram account, want daar plaatst hij updates en stories over zijn overheerlijke biefstukjes.